Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer eens de Eredivisie voorspellen. Woo! Ik heb op mijn computer alle clubs gezet en nu moet ik ze gewoon op plekken zetten eigenlijk. Woo! En ik weet eigenlijk bijna zeker dat ik volgend jaar mezelf weer volledig belachelijk ga maken zoals elk jaar. Denk vorig jaar ook. Dus ik ga reageren op mijn voorspelling. En dit jaar reageren op onze Eredivisie voorspelling. Die video is een paar dagen online als ik dit opneem. We beginnen met plek 18. Wie denk ik dat er echt heel slecht gaat doen? Ik denk dat Almere het heel slecht gaat doen, maar niet zo slecht of zo. Dat is een club waar ik... Excelsior misschien, daar hadden ze veel spelers geleend. Die zijn echt heel slecht, die zijn allemaal weg nu. Ik denk dat Excelsior laatste gaat worden. Ook al vind ik het een leuke club op zich, maar vorig jaar hoopte ik dat ze tweede gingen worden. Excelsior, ik hoop trouwens dat die tweede worden. Dat is ook niet meer, maar ik vind het wel een leuke club, maar ze gaan wel gewoon echt laatste worden, denk ik. En waarschijnlijk klopt er helemaal niks van, maar goed. Dan Almere gaat wel gewoon degraderen natuurlijk. 17. Ja, het is zeg maar ook een beetje met Volendam. We dachten mensen dat ze, eigenlijk iedereen dacht dat ze juist wel gingen degraderen, bedoel ik. Hoe kun je leuk zijn zonder emotie? Maar ik dacht eigenlijk dus dat ze niet echt gingen degraderen. Maar dat deden ze dus ook niet. Alleen nu denk ik dat Almere gaat degraderen. Waarschijnlijk is dat nu hetzelfde, alleen denk ik nu ook dat ze gaan degraderen. Maar goed, wie gaat er nog meer een heel slecht seizoen hebben? Vorig jaar had ik op 16, volgens mij, dat ik ook alweer. Ik denk eigenlijk dat Sparta dan 16e wordt. Toen was het zeg maar ook niet echt heel goed voorspeld. Ik had er één goed, dat was Utrecht, maar die komen altijd op dezelfde plek. Dus plek 16, wie gaat er de play-offs in? Ik heb wel een beetje een gevoel bij NEC of Fortuna. Ja, ik vind NEC dus ook een leuke club, maar ik ga ze toch wel gewoon op 16 zetten. Want ik denk dat ze El Kaouani gaat weg. Een heel gekke vliegtuig. El Kaouani gaat weg en nog een paar andere mensen, ik weet ook niet wie. Als Cillessen zo door blijft keepen, worden ze natuurlijk sowieso niet hoog. Dat is logisch. Waarschijnlijk plak ik nu een paar blunders van Cillessen in beeld, maar goed. En Cillessen opnieuw in de fout en dan... En Cillessen, wat doe je, jongen? Wat doe je, wat doe je, wat doe je? Je wordt gered door de lat. Colossa, in één keer. Oh, die valt binnen! 15e, wie gaat dan net niet halen? Of juist ruim niet, want ik weet niet hoeveel punten dat verschilt. Dat wordt dan wel Fortuna. Alleen waarschijnlijk schat ik of Heracles of PEC veel te hoog in. Dus ik denk dat PEC dan 14e wordt. Er moest er eigenlijk wel eentje een keer komen. Ja, ik denk dus dat... RKC 13e gaat worden. Dat wordt het dus ook. Waarschijnlijk niet. Maar goed, boeien. Dit jaar waren ze best wel goed naast een 9e volgens mij. En nu worden ze 13e. Want ik denk niet dat zij zo'n goede als ze zo goed spelen, ik denk niet dat RKC dat vast kan houden. Volgende 12e is Heracles. Sparta. Dat wordt dan plek 11. Ik heb Go Ahead nog niet eens gehad trouwens. Die worden dan natuurlijk 10e, want ik kan niet... kijk, dat is gewoon goed voor Go Ahead natuurlijk, maar... ik denk dat... Vitesse hebben zij... Die, als ze die man hoeven houden, want die is echt goed, vind ik. Dan worden zij wel hoger dan Heerenveen, denk ik, maar... Ik ga er even vanuit dat hij weggaat. Dan zet ik eens Vitesse op plekje 9. En dan ga ik Heerenveen 8e zetten.
Dan heb je Utrecht, Twente, AZ, Ajax, PSV, Feyenoord. De kans dat Utrecht hier geen zesde van wordt is echt heel klein. Ik heb trouwens één club geskipt volgens mij. Ik heb één letter gewoon geskipt volledig. Oh, ik heb één club te weinig denk ik. Oké, dan zoek ik even die laatste club op. Wie was dat? Oh ja, Volendam. Ik schat voor Volendam een plekje 14. Net zoals dit jaar. Dan wordt PEC dus 13e. RKC 12e. Heracles zelfs 11e. Sparta 10e. Go Ahead 9e. Vitesse 8e. Die halen dus ook play-offs dan. In mijn voorspelling. En Heerenveen zelfs 7e. Ja, Utrecht die wordt altijd 6e. Dus die ga ik daar gewoon neerzetten. Dan heb je Twente, AZ, Ajax, PSV, Feyenoord. Ik denk dat... Vorig jaar had ik AZ onder Twente gezet. Had ik ze 5e gemaakt. Maar nu wordt Twente ook weer 5e. Net zoals dit jaar. 4e plek dan. Ik denk dus. Ik heb echt heel weinig vertrouwen in PSV. Als je zo kijkt. Ja, ik weet niet. Ze doen. Ik vind ze echt niet goed voetballen. Of. Ja, Simons gewoon. Alleen Simons is het eigenlijk. Gebrekt! Oh! En Veerman is ook wel goed. Maar. Ja, kijk, ik zie niet echt iets waardoor zij geen vierde zouden worden. Dus ik ga ze 4e zetten. Dan heb je Feyenoord, Ajax en AZ. Ik denk dat AZ dan 3e wordt. En ja, ze gaan niet boven Ajax eindigen. Ook al ben ik voor Feyenoord, dat kan gewoon niet. Want AZ is daar eigenlijk niet goed genoeg voor. En dan Ajax of Feyenoord. Dat is natuurlijk geen vraag. Dan ga je 100% voor Feyenoord. Die worden gewoon weer kampioen. Het is natuurlijk echt geen vraag of je... Feyenoord of Ajax kampioen gaat maken. Voor een Feyenoord fan. Wat is die vraag? Trouwens, vorig jaar had ik PSV eerste, Ajax tweede en Feyenoord derde. Dat slaat echt helemaal nergens op. Dat ga ik natuurlijk nooit meer doen. Vanaf nu wordt in elke voorspelling Feyenoord mijn kampioen. Dat is gewoon zo. En daar ga ik ook niks aan veranderen. Maar dit was het dan, denk ik. Of zo. Oh ja, ik ging ook nog play-offs doen. Dan moet ik dus ook de keukenkampioen-divisie nog doen. Ik denk dat Eindhoven gaat promoveren en Cambuur. Die gaan erdoor. Ik denk dat NAC hier wel van wint. VVV ADO, dat gaat VVV door. Emmen Willem II gaat Emmen door. En dan heb je die ronde gehad. En dan moet ik bepalen wie er doorgaat. NAC. Ik denk dat NAC doorgaat. Naar de finale. En VVV door. En dan gaat het tussen... dingen. En dan gaat het tussen... NEC en VVV. En dan gaat VVV... promoveren en NEC dus degraderen. Even voor de duidelijk. Excelsior wordt 18e. Dan was het Almere 17e. Ik lees het trouwens gewoon voor, maar goed. NEC 16e. 15e Fortuna. 14e was Volendam. 13e PEC. 12e was RKC. 11e Heracles. 10e Sparta. 9e Go Ahead. 8e Vitesse. 7e Heerenveen. 6e Utrecht. 5e Twente, 4e PSV, 3e AZ, 2e Ajax en 1e de beste club zeg maar van Nederland. En dan was dit het dus. Vergeet niet te liken en abonneren en druk ook even op dat belletje. Want dan blijf je op de hoogte van al mijn video's.